Welkom bij onze derde boerenverstand video. Dit keer geen koeien, maar vandaag gaan we in de tuin aan de gang. Mijn collega's gaan zo meteen deze heg snoeien met een elektrische heggenschaar en één op accu. Net gedurende de video weer goed op. Aan het einde stellen we een vraag waarmee je weer 500 euro shoptegoed kunt winnen. We zijn vandaag in Scharmer bij de familie Dikkema. En dat zijn mijn collega's Johan en Peter die de heg gaan snoeien. Ik zie hier allemaal verschillende machines liggen. Peter, met welke ga jij vandaag aan de gang? Ik ga vandaag met de accumachine werken. Voordeel van de accumachine is dat die een verdraaibaar handvat heeft. Dat is mooi handig voor de zijkanten. Qua capaciteit en kracht heeft deze machine zeker net zoveel kracht als één op een benzine. Deze machine die heeft met dikke takken ook geen moeite. Mijn verwachting is dat ik snel klaar ben en dat ik aan het einde lang niet zo moe ben als een motorheggenschaar. En Johan, welke machine ga jij dan gebruiken? Ik heb een traditionele machine meegenomen, gewoon op stroom. Flinke wattage, dat flink veel kracht heeft en een lang blad. En hoop dat ik snel mee te kunnen werken. Nou, ik verwacht dat ik in het begin misschien wel even langer bezig ben om het snoer uit te rollen. Alleen als ik eenmaal bezig ben, dan verwacht ik sneller en langer door te kunnen werken. Omdat ik niet met de accu zit, die waarschijnlijk leeg gaan. En dan toch sneller klaar te kunnen zijn. Ja, nou, ik ben heel erg benieuwd wie van jullie als eerste klaar is en wie het natuurlijk het netst heeft gedaan. Voordat we aan de gang gaan, zal ik eerst even het midden van de heg gaan bepalen. Nou jongens, starten maar. Hey, kom op hè. Nou, dat gaat alweer lekker. Alles in de knoop. Ja, dat gaat goed. Zo, we kunnen beginnen. Oh, Peter is al bijna halverwege. Nee! Nou, dat wordt het niet meer. Pak even een andere machine. Zo, dat is klaar. Wat de baby. Dat is klaar. Ja. Trap je zeker? Ja. Oh. Dank je, man. Leuk. Ja. Zo, Peter. Dat is hem. Dit is hem. Hey.
Het wapkring? Jawel. Nou, dat ging eigenlijk sneller dan verwacht en het ziet er bij beide keurig uit. Maar ja, Peter was natuurlijk een heel stuk eerder klaar, dus vertel, hoe kan dat? Ja, ik weet niet, maar wat is dit precies, Johan? Ja, dat was een foutje, Peter. Ik weet het ook niet. Klein ongelukje. Ja, kan gebeuren, maar het ging hartstikke goed natuurlijk met de batterijmachine. Goed capaciteit. Je wordt ook echt niet moe in je armen. Gaat lekker vlot. Ik keek net nog even naar de accucapaciteit. Nou, het zijn nog steeds 4 lampjes, dus dat ging hartstikke goed. Ja. Ja, de iets meer problemen. Ja, nou ja, ik had natuurlijk een beetje een tegenvaller omdat de kabel die ging vrij snel door midden. Ja. Gelukkig kon ik verder met deze benzinemachine. Alleen je merkt toch, omdat hij behoorlijk zwaar is en vrij veel trilling geeft, ja, dat je toch behoorlijk moe wordt in je armen. Voor de rest ging het prima. In het vervolg denk ik dat ik toch maar aansluit bij de accu variant. Ja. Ik kan het aanbevelen. Vele malen sneller, ja. Toen ik klaar was, had ik nog tijd genoeg. Ik heb even de bladblazer erbij gepakt en ik heb direct mijn rommel maar even opgeruimd. En ik zie dat jullie nog wel even wat te doen hebben. Halverwege moest ik toch nog wel even de tank even weer vullen. En dat viel me toch wel een beetje tegen in het verbruik met de brandstof. Dat begrijp ik helemaal. En je staat in de uitlaatgas te werken. Ook nog. De brandstof is natuurlijk hartstikke duur op het moment. Ja. Nou, en bij een batterij is een lading eigenlijk niks. Dus ik begrijp je. Jij komt natuurlijk beide machines tegen als service monteur bij ons. Ja. Zitten er nog grote verschillen tussen machines qua onderhoud? Of? Ja, in het onderhoud zitten wel wat verschillen. Er is iets en dat is bij beide gelijk. De messen moeten natuurlijk gesmeerd worden. Ja. Dat moet je goed bijhouden. Ook als je ermee klaar bent, dat je hem goed inspuit en dat hij niet kan roesten. Alleen deze die heeft eigenlijk haast geen onderhoud. Het enige wat je moet doen is de accu eruit halen. Niet achterlaten, leeg en gewoon laden. Ja. Nou, dan is het eigenlijk klaar. Ja. Bij een benzine, ja, je moet af en toe even een beurtje hebben. Luchtfilter wordt vuil, de koeling kan dichtlopen. Ja. Dat zijn toch dingen. Er zit een startsysteem op. Moet allemaal even onderhouden worden. Dus, ja. Ik vind hier al wat. Ja. Ja, het zit er allemaal een beetje tussen. Als je hem omdraait kun je het al zien. Ja. Hij zuigt de blaadjes allemaal op. Dus er allemaal wat tussen te zitten. Ja. Nou, bij BT in de Haas in de werkplaats zie ik er wel eens bezig met deze nieuwe machines. Maar wat doe je daar dan eigenlijk mee? Vooral de motorheggenschaar, die gaat even uit de doos. Brandstof gaat er even in. Ik stel hem af en dan gaat hij terug de doos in en dan is hij klaar voor versturen. Okay. En bij de batterijmachine is het eigenlijk, dat is al klaar. Dat hoeft niet afgesteld te worden, dat is gewoon goed. Wil je kans maken op €500 shoptegoed bij ons? Beantwoord dan de volgende vraag. Hoe lang kun je werken met de accu BLi 200 in combinatie met deze heggenschaar en dat is de 520i HD60?